Yo, vooral urbexers onder ons of mensen met een zaklamp, ik ga jullie iets leren. Jullie hebben er ook wel van als jullie filmen soms. Of met een zaklamp schijnen dat die maar zo'n ronde straal geeft. Dus op camera staat altijd zo'n ronde straal. Dus ik had een lamp besteld. Maar eigenlijk voor niks, want ik ben iets te weten gekomen. Dus je hebt je zaklamp, hè. Dit is mijne. Van al die kanten zijn, maakt niet uit. Dus wat je moet doen, is dit gedeelte, ja, moet je tegen je hand duwen, dan moet je draaien. Dan heb je dit eraf. Dan moet je er tegen slaan. Zo, ja, trek hier aan, dat eraf trekken. En dan zit hier niks meer in. Dat kan wel, dan moet je wel wat kracht gebruiken, maar er kan niks kapot gaan. Dus dan kun je dit eruit halen. Even wachten. Oké. Dus wat er nu uit is, dit is eraf. Dan heb je dit. Dan heb je lampje zelf. Ja. En dan heb je dit. Als je dit ziet, dan denk je van, ah ja, dat gaat mijn licht zo maken. Snap je? Dat is een vergrootglas. Maar dit helpt niks, omdat die rand er ook in zit. Dan zal ik je direct laten zien wat het verschil maakt. Hè? Dus wat je nu hebt is dit. Dus wat je nu moet doen, je pakt deze met niks in. Normaal gezien kun je dit lampje er dan zo in draaien. Je moet wel oppassen, want dat wordt warm nu als ik schijn. Nu heb je dat zo. Ja, en kijk nu het verschil, hè. Gewoon zo al. Je zult dat niet fel merken. Maar ik heb een voor- en na-video gemaakt, maar dat kan ik u ook laten zien nu. Oké, ik heb dus nu dezelfde camera, dezelfde flashlight vast. En ik sta op dezelfde plaats. En kijk het verschil nu. Oei, wacht. Kijk gewoon het verschil. Zelfs als ik die dichter doe, blijft dat zo belicht. Dat is niet normaal. Bij die andere zag je het verschil dan. Oké, dit is de zachte stand. Knipperlicht. En zo. Dit is gewoon niet normaal. Hoe alles belicht is. Ziet je? Hier ziet je al veel meer die stralen. Dat is niet normaal. Ik sta op dezelfde plaats. Hè. Dus ja, dit was de tactiek. Nu zal ik eens doen met die lensje erop. Kijk, nu ziet het er zo uit nog altijd. Nu als ik dat lensje er tegen hou. Wacht, hè. Kijk, dit is de lens erop. En wat ziet je? Nu is dat zo. Dus ja, veel beter zo. Zo kun je echt mooi filmen, snap je? Bedankt voor het kijken. Als je dit een handige video vond, like en deel dan. En ja, subscribe. Doei.